belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Access Journaal, vers van de pers. Rond 12:30 vanochtend is een man overleden bij een verkeersongeluk bij Sidi Dommi. De auto is vanwege nog onbekende redenen van de weg afgeraakt en toen omstanders gingen kijken, zagen ze de man onder zijn eigen auto liggen. Ambulance kwam aangesneld, maar kon niks meer doen voor de man, die is overleden. De politie onderzoekt hoe het ongeluk precies tot stand is gekomen. Afgelopen weekend zijn twee mensen opgepakt die een valse QR-code bij zich hadden toen ze naar een feest wilden gaan. Zoals bekend wordt op Curaçao gecontroleerd bij evenementen met meer dan 100 mensen of iedereen die aanwezig is wel een QR-code heeft. Het multidisciplinaire team heeft sommige mensen bij feesten weggehaald die niet zo'n code hadden. De twee die een valse code hadden zijn gearresteerd. Na Colectra, nossa tuma tembo pa sirbibo ora ku masta ku minibo. Yama no centro de cliente na telefon 0800-035 di cia luna pa cia bierne fo di setor de mente te ku setor cia noci pa turno servicio nan af pa traun sita. Si bo ketra sita pa cia sabra, tambe por or. Po por scohe pa trabo sita, riba aqualectra.com i provecia mesora pone bo documento na cerca pa bo bisita cerca nos bai mas facil. Sì, Acqua Electra su centro di cliente orta clapa sir bibu na e momento cuta cumini a bo. Op Curaçao zijn er veel vacatures bij de overheid, vooral voor mensen met een hogere opleiding. Dat heeft minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport Citré van Heijdoorn gezegd. Zeker bij zijn ministerie zijn er wat openstaande vacatures, al dus van Heijdoorn. Hij gaf verder aan dat er wordt gedacht om de Stichting Studiefinanciering Curaçao onder te brengen in Den Haag. Op dit moment is het hoofdkantoor van de SSC op Curaçao. Maar het gaat natuurlijk om de studenten die in Nederland studeren en daarom wordt er over gedacht om de SSC in Den Haag te plaatsen. Oud-voetballers Dirk Kuyt en Wesley Sneijder zijn gehoord als getuigen in een onderzoek naar een drugszaak van de Nederlandse crimineel Piet S. Kuyt zou hebben gegokt op de website van Piet S. en daarvoor één keer €25.000 in cash hebben gekregen. Piet S. heeft samen met andere mensen op Curaçao het bedrijf FE Entertainment opgericht. Binnen dit bedrijf is het bedrijf Erdobet opgezet en die heeft een goklicentie op Curaçao gekregen. Maar dat betekent niet dat er in Nederland gespeeld mag worden. Justitie verdenkt Piet S. ervan via de website geld te hebben witgewassen. Minister Charles Cooper van VPRP liet onlangs weten dat hij ervan baalt dat organisatie Promo naar de rechter is gestapt om het Maritie-project tegen te houden. Dennis Klaus van Fondation Pro Monumentu, Promo, zegt vandaag in de Extra dat zijn organisatie niet tegen ontwikkeling van Maritie is, maar wel tegen de plannen die de overheid nu heeft qua grootte van het project en qua architectuur.
Parking Authority Curaçao heeft een schuld van 6 miljoen gulden aan de Curaçaose overheid. Die schuld staat al een tijdje open, maar achtereenvolgende ministers hebben niks gedaan om het geld ook daadwerkelijk te innen. Dat meldt de Extra vandaag. Ook minister Charles Cooper heeft tot nu toe daar nog geen stappen toe ondernomen. Volgens de Extra maakt de overheid echter wel veel kans dat geld te krijgen als ze die stappen gaan ondernemen. Dat melden verschillende juridische specialisten vandaag in de krant. Zondagochtend zijn een man en een vrouw bij een schietpartij aan de Calle Hector Curiel gewond geraakt. Beiden zijn geraakt door meerdere kogels. De twee zijn door familieleden naar het CMC gebracht. De politie onderzoekt nu wat zich precies heeft voorgedaan bij de Calle Hector Curiel. Na de melding van de schietpartij was een ambulance direct naar de plaats gegaan. Maar even later werden de twee afgeleverd bij het CMC door een personenauto. Het belangrijkste nieuws uit Curaçao in het Nederland. Extra Journaal, vers van de pers.